Tunahan Kuzu heeft met zijn partij Denk een groot deel van de kiezers weten te bereiken. Er zijn weinig partijen die zo expliciet opkomen voor de belangen van islamitische Nederlanders. En dat heeft bij een deel van de kiezers een snaar geraakt. Maar gaan zijn scherpe frames genoeg zijn om hem te redden uit lastige interrupties? Tunahan Kuzu is erg sterk in het framen van zijn eigen boodschap of het reframen van de boodschap van zijn politieke tegenstanders. Toen Klaas Dijkhoff met het plan kwam voor verschillende strafmaten in verschillende wijken, toen kwam Tunahan Kuzu eigenlijk gelijk met de term postcode-racisme. Een vrij stevige term, maar zeer effectief. Voorzitter, twee dingen hierover. Ik vind in de eerste plaats vind ik het raar dat de heer Dijkhoff mij hier beticht van polarisatie, terwijl hij vanochtend in de krant met zijn postcode racisme alleen maar heeft gepolariseerd. En vervolgens zie je ook waar het fout gaat in deze Kamer. De heer Dijkhoff spreekt over alle salafisten als één groep en scheert ze allemaal over één kam. En voorzitter, het was minister Asscher nog in de vorige periode, die een hele duidelijke brief had geschreven naar de Kamer, waarin hij onderscheid maakte in drie verschillende groepen binnen de salafistische stroming. En daarvan zeg ik, ja, die mensen die geweld willen gebruiken om andere mensen het leven te verzieken, daar moeten we een aanpak voor hebben. Dat moeten we doen met alle middelen die we hebben. Maar een overgroot deel van de salafisten, en dat zal ik tot het laatste moment zal ik dat verdedigen, ook al zijn wij de enige hier in de Kamer, die doen dat in hun eigen leefwijze, die doen dat in hun eigen beleving en die doen geen vlieg kwaad. En ik zou vooral zeggen, meneer Dijkhoff, laat die mensen ook hunzelf zijn, net zoals u uzelf kunt zijn. Zo komt Tunahan Kuzu telkens weer terug op zijn kernboodschap, dat niet iedereen in Nederland gelijk wordt behandeld. En dat doet hij heel erg knap. Maar in diezelfde bijdrage stelt Kuzu dat in Nederland veel gepolariseerd wordt, ook op de sociale media. En hier zou ik willen zeggen, praktiseer wat je preekt. Want enerzijds kritiek hebben op polarisatie en anderzijds in verband worden gebracht met nepaccounts die partij Denk zelf op sociale media gebruikt, is desastreus voor je geloofwaardigheid. En dat is uiteindelijk weer slecht voor je overtuigingskracht. Wil je nou meer video's zien? Abonneer je dan op het YouTube kanaal. En volg onze andere social kanalen voor real-time analyses van de algemene politieke beschouwingen.